Of ze thuis ook over hun werk praten of dat het na een optreden gewoon over en uit is. Vandaag komen de antwoorden van Rita Reis en Pim Jacobs. Hallo, ga zitten. Ga zitten, alle even. En jij ook. Hoi. Twee gasten, dat is ook twee kussen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Welkom, welkom. Eerst die vragen maar even. Nederlandstalige jazz. Rita. Nederlandstalige jazz heb ik nooit gedaan, maar ik heb wel een heel leuk liedje ooit gezongen. En dat heet De Zon in Scheveningen. En ik ga het hoogstwaarschijnlijk wel weer opnemen, want dat is eigenlijk het enige stuk waar mensen nog steeds aan vragen. Ah, kijk eens aan. Ja, dat gaat. Maar dat heeft niks met jazz te maken. Nee, maar het is een leuk Nederlands liedje. Daarom, waarom Rita geen piano speelt en Pim niet zingt? De rol omgedraaid. Het laatste is heel makkelijk. Je kunt. Ik had vroeger op school, op de lagere school, reeds een 4 voor zingen. Dus dat mag duidelijk zijn. Ik ben toen vrij snel achter de piano gekropen. Heb toen het zangkoor begeleid. En dat is altijd zo gebleven. Dus zingen is vreselijk. En Rita geen piano spelen. Ja, ik denk ook dat het is dat ze zegt van, nou ja, ik zit er nou toch. Dus waarom moet ik nou zo nodig? Lekker. En ze kan zich helemaal concentreren op zingen. Meneer heeft voldoende antwoord gekregen. Dan of je thuis ook over het werk praat. Of dat het na een optreden ook gelijk zo is van, jongens... Nee, we praten wel, vooral in de auto als we terugrijden, hè? Ja. Dan worden er heen en weer nog wel eens verwijtjes gemaakt. Of helemaal niet, dus het is heel goed gegaan. Is dan. En je zingt ook nog wel eens in de auto terug, denk ik. Nee, dat niet. Nee, hoor. Meestal ben ik wel zo moe dat ik helemaal uitgezongen. Lekker praat. Ja. Al bijna 35 jaar samen. Ja. Prachtig, prachtig. Komt niet veel voor in ons vak. Nee, nee. Daarom zeg ik dat samenwerken, is dat een afspraak die jullie maken? Is dat een regel geworden van zo gaan we dat doen en dat doen we niet en dat doen we wel? Of is dat telkens weer spannend en nieuw? Wie? Nou, die 35 jaar kun je dus zeggen, in het begin was het dus zo dat je natuurlijk eigenlijk alles moest doen. Hè? Want er moest wat brood op de plank komen en beleg liefst ook. Later ga je wat selecteren en dan ben je dus wat zorgvuldiger in hetgeen wat je kiest. Dus we overleggen daar wel veel over wat we zullen doen. Ja. Dat is duidelijk. Vooral Rita moet natuurlijk een aantal keren per week is prima, moet niet te gek worden. Nee, nee. Rita, vind je dat zelf ook of zeg je nou ik wil wel 10 keer per week? Nee, dat kan niet, want je wordt ouder en dat gaat gewoon niet meer. Daarbij ben ik geen slaapster, weet je. Als je goed zou kunnen slapen, dan dat scheelt zo'n stuk. Dan is de stem lekker uitgerust. Maar ik, als ik om bij wijze van spreken om 4 uur naar bed ga, omdat we laat thuis zijn gekomen, ben ik toch om 7 uur wakker. En dat is natuurlijk niet goed. Nee. Maar ja, het kan niet anders. Dat hoort ook bij de leeftijd. Wessel Ilke was jouw eerste begeleider, jouw eerste man. Is het echt noodzakelijk, je hebt dan Pim natuurlijk een fantastische, om... zo goed met je begeleider om te gaan dat hij je precies weet aan te voelen? Of kan jij met iedereen zingen die net achter de vleugel staat? Nee hoor, nee. Ik ben inderdaad heel afhankelijk van degene die mij moet begeleiden. Ja. Maar ik ben wel een lastige tante hoor, als het niet helemaal goed gaat. Pim zit te stralen van het lachen, hij is een lastige tante. Ja, maar veel eisend mag toch wel? Ja, ik ben heel veel eisend. Anders bereik je de top toch ook niet, denk ik, als je dat denk ik ook, ja, dat is ook zo. Nou, even terug naar, want we zitten hier ook met oudere mensen in het publiek, we hebben het net over veiligheid op straat gehad. Jazz in de oorlogsjaren, jongens. Dat mocht toch helemaal niet, Pim? Nou, dat is voor mij moeilijk om dat te bekijken. Ik ben uit 1934, dus dat was voor mij natuurlijk zo. Dat ze, ik geloof in 1942 nog voor het laatste opname heeft het repertoire absoluut verboden. Ja. Dus het was afgelopen en dat startte weer in 6 mei 1945. Rita, was dat moeilijk voor jou, die periode? De oorlogstijd? Met in combinatie tot het zingen, dat is toch een uiting van iets blijs en dat... Ja, nee, eigenlijk niet. Die liedjes die werden eigenlijk vertaald. Hè? De Amerikaanse songs werden vertaald naar Nederlandse teksten. En dan, alhoewel, ik heb niet eens zo vreselijk veel gedaan. Ik ben in 1944 begonnen. En zo lang is dat dan eigenlijk niet geweest. Nee. En ik zong dan wel wat Duitse liedjes doen. Die Schön Mondenschein. Dat deed je wel. En With the Mon Amour en noem maar op. Ja, dat gewoon wel. De rest mocht allemaal niet. Ja. Jazz was in een tijd geleden nog niet zo populair in Nederland. Jullie zijn zelfs zonder werk gekomen. Jullie zijn gaan beleggen in antiek. Doen jullie dat nog steeds? Nou, wij zijn nooit zonder werk geweest. Nou, zonder werk, maar in ieder geval financieel niet. Nee. In de jaren 70 liep het wat terug met de jazz in de belangstelling. Omdat er zo'n enorme opkomst was van de popmuziek. Het was een golf die over. Dus wij werden wat angstig van zeggen, nou, willen wij onze stijl trouw blijven, is er dan nog voldoende emploi? Dus dan moest je er iets bij gaan zoeken. Hè? Dus we hebben nooit een knieval gedaan in het muzikale sector, maar gewoon gezegd, je kan er beter iets bij doen, waardoor je dus gewoon dat op kan vangen. En zo zijn we dus van ons tweede hobby, want dat zingen en spelen is natuurlijk onze eerste hobby, zo kan je het rustig stellen, van onze tweede hobby hebben we toen een tweede vak gemaakt. Dat hebben we een aantal jaren gedaan.
daar zijn we weer mee uitgescheiden. Toen een soort revival kwam, veel meer vraag naar ons kwam. Toen werd dat voor het antiek gewoon veel te weinig tijd die we konden investeren. Maar daar is wel uit overgebleven een grote liefhebberij voor het antiek en een verzamelwoede in het antiek. Dus toch wel een huis met vol heerlijk antiek. Rita, in die 55 jaar heb jij een ontzettend imposante carrière opgebouwd. In 61 was je al Europe's First Lady 60. Of Jazz. Waanzinnig populair in Amerika. Ereburger van New Orleans. De grootste jazz-trofees heb je gekregen. Heb je nu het gevoel dat je helemaal op rozen zit, dat je bereikt hebt wat je ooit wou? Ik heb er nooit bij gedacht dat ik dit of dat zou willen bereiken. Dat is gewoon allemaal vanzelf gegaan. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik er heel erg van genoten heb en nog steeds van geniet. Ja. Want we zijn nog steeds toch lekker, timmeren we aan de weg. En ik vind het heerlijk. Dat houdt me ook jong, denk ik. En je zingt altijd live. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Oh ja, dat is ook altijd zo. Zingt zij live. Heb je zo'n hekel aan playback? Of, ja, ik zou het niet, al, ja, ik zou het niet kunnen. Ja, maar, kijk, ons genre is natuurlijk zo, en zeker het van Rita, als zij, laten we zeggen, 3 maal Summertime zingt op een dag, is het 3 maal anders. Dus ze kan gewoon niet playbacken. Ja. Maar daarnaast, en dat is een beetje een stokpaardje van mij, heb ik altijd gezegd, als je artiest bent, je moet dat product verkopen, ga er dan staan en doe het op dat moment. Want de mensen willen die emoties zien, ook als het een keer misgaat. Dat maakt nog niks uit. Maar ik vind het zo ontzettend jammer dat je dus mensen die over geweldige kwaliteiten beschikken, op grond van veiligheid gewoon gaan zeggen van nou, ik neem maar een bandje mee en ik doe mijn mond wel of niet op tijd open of dicht. Daardoor hebben we zo'n respect voor degene die ik dacht morgen nog komt bij jullie. Dus ja, sorry René Vroger vind ik eindelijk. Dat is een man die dat ook doet, begrijp je? Nou, die zit morgen in de 5 uur, zo dat weten ze al. Ik blijf bij jullie, even bij jullie, want er zijn 50.000 exemplaren gekocht van American Songbook. Ja. Ik mag jullie officieel, hij is zwaar, dus ik schuif met u. Kijk eens, gouden plaat van American. Wat is die? Dit is first, ja, het staat er allemaal in. Dit is hem. Oh, mooi. 50.000. Kijk eens. En bloemen. Ja, we gaan even staan ervoor, kijk. Kijk, ze tilt hem gewoon op. Wat sterk vrouwtje ook. Dit is, kijk maar mijn beeld jongens, dit is hem. En bloemen voor Europe's First Lady of Jazz. Dankjewel. Maar al even vastnodig. Jullie gaan niet, we gaan nog even zitten, we moeten even zitten. Wat enig is dit. 50.000 exemplaren, ik ben er ontzettend blij mee voor jullie. Ik ook. Komt het een mooi plaatsje tussen al het nog in jullie huis. Jullie gaan nog niet weg, want uiteraard live gaan ze straks nog voor ons optreden met een heel mooi nummer. Wat jij trouwens, Rita, altijd zingt voor je kleinkind? Oh ja, mijn kleinzoon. Oh ja, ik heb sinds 2 jaar een kleinzoon. En dat is het mooiste wat er is. En nee, daar zing ik dit liedje voor. Als hij bij ons logeert, dan zing ik dit liedje en hij valt in slaap. I Can Sing a Rainbow, we zullen het straks werken. Okay. Hartelijk dank voor dit gesprek. We gaan er even uit voor de reclame. Straks het optreden van Rita en Pim natuurlijk. We kijken terug wat er in 1994 op Showbiz is gebeurd. Nico Dijkshoorn is hier om de huisdieren rustig te houden voor de jaarwisseling. En Connie Dijkstra vertelt wat er in de sterren staat, wat er vorig jaar stond en wat er komend jaar komt te staan. Dat en meer na reclame en weer. Blijf bij ons. Tot zo. Krijgt u nu van Rita Reis te horen I Can Sing a Rainbow. Een prachtig nummer dat ze altijd voor haar kleinkind zingt. En die valt gelijk in slaap. Ik hoop niet dat u dat doet, maar geniet ervan. Pim Jacobs, Rita Reis met I Can Sing a Rainbow. Red and yellow and pink.